Mensen bouwen muurtjes en dat is heel menselijk. Dat is niet omdat jullie rot mensen zijn of de ene afdeling uh, realistischer is of zakelijker of kunstzinniger dan de andere. Nee, dat komt omdat wij mensen zijn. En zodra je een sterke tribe maakt, die trots is op zijn totem, heb je altijd mensen die bij het muurtje horen en mensen die achter het muurtje wonen. En wat je hier ziet is prachtig: de Chinese muur, schitterend. Ik ben er overheen gelopen twee uh, jaar geleden. Onbeschrijfelijke schoonheid. En wij mensen bouwen altijd muren. Dit 3000 kilometer lang, om je eigen tribe te beschermen tegen aanvallers van het Chinese Rijk. En op Gaza bouwen we muren. En tussen de Verenigde Staten en Mexico. En vroeger in Berlijn. En oude middeleeuwse stadsmuren en poorten. We doen dat de hele dag. En een muur is altijd tegelijkertijd ultieme schoonheid. Omdat het getuigen geeft van hele sterke tribes. En tegelijkertijd is het ook nou ja, een beetje agressief. Of afwijzend tegenover de mensen die aan de andere kant van de muur bouwen. Dus aan de ene kant, ja, een muur beschermt. Een muur zorgt dat je trots kunt zijn. Ja, wij beschermen onze totem. En aan de andere kant, ja, is, is, ja die muur die is ook spannend. En die is ook uitsluitend voor mensen die niet tot jouw volkje, jouw tribe, behoren. Je tribe vier je.